Het Hofpark in Wateringen. De stromende regen houdt de mensen die het festivalterrein opbouwen niet tegen. Een regenjas aan en gewoon doorwerken is het devies. Zaterdag moet alles klaar zijn voor het straattheater, de kinderactiviteiten, de festivalmarkt en natuurlijk de muziek. We hebben uit Nederland bijvoorbeeld Drive Like Maria, een stoner rockachtige band die een paar jaar even stil is geweest. En die zijn weer terug met een knaller van een plaat. We hebben Bukkers uit de Achterhoek, ook wel de nieuwe normaal genoemd. Wat hebben we nog meer? We hebben Gallow Street, dat is brass, toeters, bellen, dans, gek. We hebben uit Noorwegen hebben we Dagny, dat is een jonge zangeres die behoorlijk aan de weg aan het timmeren is. Bands waarvan de organisatie verwacht dat ze een grote toekomst tegemoet gaan. Want Waterpop staat bekend om de neus voor talent van de organisatie. We hebben Radiohead gehad, Fateless, The Manic Street Preachers, The Darkness, The Verve. En Raccoon, Within Temptation, Kensington, Cresip was in 2000, toen waren ze net doorgebroken. En hoe komt dat toch? Ja, is het geheim van de programmeur en toch ook wel een grote neus voor talent. En ook veel op intuïtie. En ik ben zelf 10 jaar programmeur geweest en ja, je gaat toch ook wel een beetje op je gevoel af. Waterpop begint zaterdagmiddag om 12 uur in Wateringen.